Wat denk jij? Gaan we vandaag mooie dingen vangen met magneetvissen? Kluizen, goud, sieraden, munten, zilver, pistolen. Een kluif? Oh, jij zou wel een kluif willen. Ja, nou, dat kom ik niet zo vaak tegen met magneetvissen. Maar ik ga mijn best voor je doen. Hoor. Ja. Goedemorgen, we zijn er. Ik heb me verslapen. De jongens die zijn al lang aan het vissen. Dus ik denk niet dat ze zo blij met mij zijn. Maar goed, ik zie Brian al staan langs de waterkant daar zo. Yo! Mooi, man. Ik heb er weer zin in, hè? Ja. Nou, er is al echt een hoop uitgekomen hoor. Echt een hoop. Kijk, mijn pet is ook al in het water gewaaid. Die ben je kwijt nou. Die ben ik al kwijt. Ja, haar ziet. Moet je een beetje deel hebben. Ja. Als je dat toevallig bij je hebt. Nee, leuke spullen komen er al uit. Ja, ik zie het, joh. Aardige bende al. Kijk eens even, joh. Kinderfiets. Hele winkelkarre vol. Gekke dingen. Kluizen erin. En, ja, joh. Kistvies. Bizar, bizar. Ja. Nou, dan gaan we, ga ik ook even lekker werpen hier zo, joh. Hè? Zo, hier is echt veel shit gedumpt. Een autoradio. We zijn begonnen. Ik heb een autoradio. Lekker pink. En een plastic zakje. Daar zit niks in. Laser product. Class 1. Blauwpunkt. Het is een blauwpunkt radio, jongens. Zo. In Den Haag kan echt alles. Wow, in een... Lekker hoor. Kijk, dat is echt zo nog met zo'n draaislok van Bassie en Adria, weet je niet, van Vluggie Jaapie. Ja. Maar waarom zit hij in een vuilnis? Oh ja, omdat ze natuurlijk niet wouden laten zien dat ze met een kluisdeur over straat gingen. Ja, precies. He? Ja, dat is goed hoor. Ja, dat is een leukje. Ik wil mijn werphengeltje hebben. Ah. Kun jij hem pakken, Tim? De werphengel. Pak even mijn werphengel. Anders dan kan ik niet lekker slapen vanavond. Het moet eruit zijn. Yes! Nou jongens, ik stop met magneetvissen. Ik ga nou echt vissen. Ah, zo, dikke karper. Ah, shit, hij schoot los. Ja, te gek, een werphengel. Wow! Deze is passief! Nee, joh. Deze is passief! Woehoe. Kijk dit dan, joh! Dat is gewoon zo'n elektrische, hoe noem je dat? Een hoover of een hoverboard? Hoverboard! Een hoverboard! Ja, ik kan mij op filmen. Wow! Ja, nee. Unieke beelden, jongens! Een hoverboard! Te gek! Het ding is nog zwaar ook hoor. Ja, hij zit nu ook vol met water natuurlijk. Ja. Maar, die heeft er niet super lang in gelegen denk ik. Zit er nou een soort speaker in ook? Ja. Kun je er muziek op afspelen? Ja, dan? Gaat via Bluetooth. Ja joh, gekke dingen joh. Wow. Best pas cool om te zien hè. Heb ik nog nooit gevangen? Nee. Super gaaf man. Leuke vangst. Kikken. Ja. Nou, hij doet het niet meer. We hebben weer een doekje met een muntje erin. Weer zo'n 5 cent. We gaan even kijken. Ik denk dat het 5 cent is. Dat gok ik haast wel. Ja, 5 cent. Dumbbell die
ik net in mijn hand had, die had Brian opgevist. Ja, een te gek ding. Aardig aan het gewicht nog. En hij hoefde hem niet, dus ik heb hem hier naast mij liggen. Ik ga eens kijken of ik hem nog op kan knappen. En anders is het een leuke voor het oud ijzer. Ja, verder weer te gekke dingen. Winkelwagens, kinderfietsen, gewone fietsen, oude kluisdeuren, een hoverbord. Weten jullie trouwens wat die nieuw kostte? 350 euro. Ligt gewoon in het water. Niet normaal. Er wordt gewerkt aan een plan om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen. In samenwerking met een archeoloog en een collega-detectorist. Het is nog wachten op groen licht van de Stichting Erfgoed en van de landeigenaar. Er is daar in dat gebied wel op land veel onderzoek gedaan en gezocht en ook gevonden, maar in het water eigenlijk nog niet zoveel. Dus dat is ons idee, om daar in het water te gaan zoeken. En dan hopen we er toch nog leuke dingen uit te halen. Wil jij daar nou niks van missen en ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes, zet het belletje erbij aan, dan word je automatisch op de hoogte gehouden. Voor nu bedank ik jullie weer voor het kijken en tot snel bij de volgende keer.